kop. Daar is Haaland. Voor Mbappé eerst de kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. Vooruitblikken op speeldag 3 van de League Phase van de UEFA Champions League. Dat gaan we vandaag doen. 18 wedstrijden worden er weer gespeeld. Die gaan we niet allemaal bespreken, dat gaat niet. We gaan er een paar uitpikken, zoals de Spaans-Duitse confrontaties tussen Barcelona en Bayern, Real Madrid en Dortmund. Maar ook Milan tegen Club Brugge natuurlijk gaan we veel aandacht aan besteden. En andere wedstrijden zoals Leipzig tegen Liverpool, PSG, PSV, Atletico Lille. Heel veel interessante wedstrijden. En zoals ook twee gasten in de studio. Dat zijn Michael van Warenberg en Frankie van der Elst. Dag mannen. Heel interessante gasten ook. Heel interessante gasten, interessant. Ja. De match nog net iets interessanter dan de gasten. Is niet waar. Ja mannen, hoe was jullie voetbalweekend? Goed. Wat hebben jullie allemaal gedaan of gezien? Heel veel gezien, hè. Vooral de Belgische competitie. Zelf Bayern gedaan tegen Stuttgart. Oké. Dus heel veel gezien, maar ook heel veel niet gezien. Zo gaat dat in een voetbalweekend. Ja. Want er is eigenlijk heel veel te zien. Ja, ik heb begrepen dat jij tijdens de Interlandbreak zelfs naar Noorwegen-Oostenrijk hebt gekeken, Frankie. Niet te ver van de microfoon, hè, Foxy? Ja, ik heb daar nog gekeken, ja. Ja. Dat was ook mijn goede commentator geworden. Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar om maar te zeggen, hij kijkt naar alles wat beweegt en waar er een bal te zien is. Michael, wat heb jij gedaan? Ik heb Real Madrid, Celta de Vigo gedaan en dan gisteren in Leuven het gelijkspel. Ja, je moest er wel even over nadenken, zo te zien. Ja. Het is druk, hè? Ja, en er komen weer al veel wedstrijden elkaar. Dat is toch moeilijk, want er geraakte maar niet in de uitzending. Er waren wat technische problemen. Dat heb ik gezien, Nicola. Ja. Ja, hij zit er wel echt dicht op. We gaan moeten opletten wat we zeggen, want hij zal alles corrigeren. Michael, je hebt ook zelf gevoetbald, heb ik begrepen. Ja, de topper op het vierde niveau in het Antwerpse café voetbal. Vierde niveau van het Antwerpse café. Is dat het hoogste niveau? Dat is het laagste niveau. We zijn net gedegradeerd, dus we hebben ambitie om kampioen te spelen. Maar we zijn met 0-7 verloren van de tweede in de stand. Binnenkort waarschijnlijk de eerste in de stand. Stonden jullie eerste? Ja, maar we hadden twee wedstrijden meer gespeeld. Oké, dus jullie waren leider en verliezen met 0-7. Wij hadden 18 op 18. Hè, dus, ja, en wat is er dan misgelopen afgelopen weekend, Michael? Was het de eerste wedstrijd die jij speelde? Nee. Okay. De vierde of vijfde ondertussen. Ja. Maar ik ben de niet-scorende spits van de ploeg. En niet gescoord. Dus... Heb je dit seizoen al gescoord? Nee. Dus, okay, ja. Ja, dat wordt lastig voor die kans. Als niet-scorende spits heb ik mijn opdracht dus volbracht, want het was 0-7. Oké, okay. Ja, Frankie. Ik ben ook ooit nog in de spits begonnen. Maar heel snel. Maar ook niet-scorend en dus een paar linies naar achter getrokken. Stappen terug. Goed, mannen, alle gekheid op een stokje. Champions League, hebben jullie ook die stand nog eens moeten bekijken, toch? Want dat blijft toch aanpassen voor mij. Het was nog eens nodig dat ik er naar kijk. Ik heb het niet meer bekeken, maar inderdaad, dus wel de ploegen die we gaan bespreken, daar kijk je wel nog een keer van, hoe zit dat precies? Hoeveel hebben die? Hebben die 6-6? Hebben die Milan 0-6? De vreemde eend in de bijt is altijd Brest. En het blijft, blijft moeilijk inschatten, wat het uiteindelijk gaat worden, vind ik. Ik heb echt het is nog dat te vroeg, gevoel. He? Het is speeldag 3 van de 8. Ja, maar het zou wel eens kunnen dat er een groter niet bij die eerste 8 zit. Maar goed, dat is nog te vroeg om dat te zeggen. Maar als je bijvoorbeeld een aantal ploegen ziet met 3-6, 0-6 en je kijkt dan wat ze nog moeten doen, Dan zijn er toch al belangrijke wedstrijden. Ja, voor PSG is dat bijvoorbeeld het geval. Daar komen we straks nog op. Michael, je vernoemde Brest al. Staat Brest debutant in de Champions League? 6-6, dat is natuurlijk opvallend. Maar jij als fan van het Spaanse voetbal, de vorige speeldag was geen goeie, hè, voor de Spaanse ploegen? Nee, buiten verlies dan Barca, voor drie van de vier. Barcelona en ATT Club dan in de Europa League hebben... Ik heb het alleen over Champions League uiteraard. Ja. Nee, dat was niet zo goed, nee. Ik was er eigenlijk enorm door verrast. Door welke nederlaag dan vooral? Door die van Real Madrid? Real Madrid tegen Lille had ik toch niet op voorhand durven voorspellen. Atletico ook wel echt slaag gekregen van 4-0. Maar Atletico op verplaatsing en thuis, dat is altijd. Maar 4-0 verliezen in Benfica, is daar iets bijzonders gebeurd of zo? Want die wedstrijd heb ik niet kunnen bekijken. Ze waren gewoon slecht. Collectief echt gewoon onder de maat. Straf. En Portugese ploegen niet onderschatten natuurlijk. Dat is waar. En Benfica, zeker thuis, is altijd wel goed. 6-6 voor Benfica. Hè? Ja, 6-6 in de competitie, wat minder. Ze staan op de derde plaats al redelijk wat punten achter. Maar dus, Frankie, je vermeldde een aantal ploegen hebben inderdaad 0-6. Dat zijn bijvoorbeeld Salzburg, maar ook Leipzig
En natuurlijk Milan. Milan, ja, inderdaad. Ja. Milan, en die spelen nu uiteraard tegen de club. Ja. Maar gaan dan na de wedstrijd tegen de club moeten ze tegen Real. Dus sowieso een must-win game voor hen. Ja. Dus dat wordt een zeer moeilijke opdracht voor club. Allee, los van de 0-6. Of welke situatie die ook zit in Milan, dat is gewoon een heel moeilijke verplaatsing. Ja, het is morgen dinsdag, 6:45. Dus Rossoneri tegen Nerazzurri, maar ook niet helemaal. Het zijn de blauw-zwarte jongens uit België. Frankie, dan heeft iedereen het natuurlijk over Mendoza en de goal daar. Ja. Maar je hebt ook een ander resultaat neergezet met Club Brugge dat niet vergeten mag worden. Of frustreert je dat niet? Nee, want okay, wij hebben er 0-0 gespeeld tegen ook een groot Milan. Maar goed, logisch dat iedereen spreekt over de 0-1 en de goal van Mendoza en de geweldige prestatie van... Dat was in 2003. Ja, wij hebben daar in 91 gespeeld, denk ik. Of 90, 91? 90, ja. Ja, okay, het was bijna dag op dag 34 jaar geleden. Het was op 24 oktober van 1990. Ja. Maar nu is het dag op dag, hè. Met de Mendoza, geloof ik, die wedstrijd... Nee, maar we hebben daar... Nicola, wat ik nog weet over onze wedstrijd, de 0-0, is dat... Wij hebben geen bal geraakt. Ja, dat blijf ik zeggen. Dat was onwaarschijnlijk. En twee die dat wel hebben gekund, dat was Cedo Janewski. Die speelde in een driemans... met drie centrale verdedigers. Hij was dan de libero, zoals dat toen nog heette. Dus als daar een keer een bal doorkwam, dan was het voor Cedo. En als het niet voor Cedo was, was het voor Daddy. Daddy pakte alles. We hebben daar 0-0 gespeeld. Maar ik denk niet dat we aan de 16 geraakt zijn. Echt? Dus ik overdrijf echt niet. Ja. Ik zou echt wel eens graag weten... Dat is Catenaccio tegen het land van de Catenaccio. Als toen al gemeten werd van hoe balbezit en zo, hoe dat zou geweest zijn. Ik denk, echt waar. Maar... Want ik herinner mij nog, op een bepaald moment zo, de Kajel en ik zo, we komen zo, de blikken kruisen elkaar. Ja. En ik zie nog zo de Kajel zo van... Wat is met dat hier? Ja, wat is dat hier? Maar goed, overeind gebleven, maar dan thuis 0-1. Spijtig. Ja. Want die 0-0 was de heenmatch inderdaad. Ja, dat was de heenmatch. Welke positie speelde jij dan in die wedstrijd, Frankie? Ik speelde centraal op het middenveld. Hè. Centraal op het middenveld. Ja. Oké, dan moet je eens de mensen van Transfermarkt inlichten dat de opstelling niet... Dat is vaak het geval. Ja, maar zeker voor die oude wedstrijd. Nee, we speelden met drie centrale verdedigers, maar ik was middenvelder. Janewski was een van de centrale verdedigers en ik denk... Stales, ja. Ja, ik heb hier Stales. En ook Distel dingen. Speelde. Distel, dat was, en Rudy Gosset speelde. Plovy en Borkelman speelden ook mee, maar dat zal dan op de... Nee, Plovy centraal ook. Ja, Plovy ook centraal. Dus dan, en Rudy Gosset, was die erbij? Gosset niet. Nee, dan zal het wel Plovy en Distel geweest zijn. De ploeg van Milan, dat was indrukwekkend. Ja, daar. Drie. Van Basten, Gullit, Rijkaard, Ancelotti, Baresi, Costa Curta. Maldini. Ja, het is logisch dat jullie geen bal raakten. Maldini, ja, ook. Tassotti, kijk eens. Ja, klopt. Donadoni. Die zie ik hier niet staan bij die match. Zeker in de terugmatch. Misschien voor de terugwedstrijd, ja. Nee, dat was ook een... Redelijk straf, toch? Ja, redelijk straf, ja. Dus het was al goed dat we de terugmatch gered hadden. En toen hadden we wat meer in de pap te brokken, maar... het werd snel in de tweede helft 0-1, Carboni. Dus geen... Echte vedette van de ploeg scoorde. Een geweldig doelpunt. En dan, wat ik me dan nog goed herinner, is dat... het was ook de wedstrijd van de elleboog van Basten bij Plovy. Maar een keer dat het 0-1 was, was het gedaan. Nicola, dan hadden zij zoiets van... Oké, man. Controle. Voetballen. Ja. Minste dreigingen, overtredingsken maken. Iedereen terug achter de bal. Dus, daar heeft Ancelotti de kiemen gelegd eigenlijk voor wat hij met Real Madrid nu doet. Ja, echt zo de wedstrijd doodmaken. Ja. Alright, maar Danny Verlinde was dus twee keer de held. Zowel in 1990 als 13 jaar later. En morgen zal hij ook te gast zijn bovendien in de Multilife studio van Pix Sports. Dus dan kan hij praten. Vooral zal het dan gaan over die wedstrijd van 2003, denk ik. Goed, Michael, als ik me niet vergis, corrigeer me gerust, heb jij commentaar gegeven op de vorige Champions League match van club tegen Stormgrass? Met Frankie. Wat herinneren we ons daar nog van? Dat was winnen en niet meer dan dat? Of? Ze waren wel veel beter dan de Oostenrijkers, die niet echt een duidelijk plan hadden, buiten dan cafévoetbal gewijs, zou ik zeggen. Een lange naar voren en zien dat er iemand iets mee aanvangt. Ja, maar ze hadden ook een niet-scorende spits. Maar ik vond wel club
nog niet helemaal op volle toeren eigenlijk in die wedstrijd. Nee, dus, nee. Maar ze hadden wel inderdaad van in het begin het initiatief, de controle. Ja, Solis was wel ook veel sterker dan zijn rechtstreekse tegenstreven. Niet alleen dat mooie doelpunt, zet dat in de verf, maar je zag wel dat, dat Solis zich steeds beter en beter begint te voelen in die ploeg. Het was de wedstrijd die ze natuurlijk moesten winnen. Afgelopen weekend, Frankie, hebben ze ook gewonnen, maar ook daar weer een prestatie met vraagtekens. Ja, maar dat is bij Westerlo. Ja, dat is een beetje het verhaal van gans het seizoen tot nu toe. Een ups en downs? Ups en downs, ja. Het kabbelt ook in, zo een beetje. Ook in wedstrijden, hè, goede momenten en dan weer slordige momenten. Hè. Dat was Westerlo wel een voorbeeld van opnieuw. Onyedika, Frankie, hoeveel heb je geërgerd aan zijn prestatie? Ja, die... En ook bijvoorbeeld dan het contrast met de assist ook op Sturmgras. Dus die ups en downs, dat is bij hem ook best letterlijk te nemen. Champions League tegen Dortmund was hij een van de uitblinkers. Speelde hij op een heel erg hoog niveau. Nu... Hij pikt zijn wedstrijden eruit, lijkt het zo. Ja, ik denk niet dat het dat soort, dat in zijn mentaliteit zit. Maar goed, hij was ongelukkig, schoof ongelooflijk veel uit, gaf verkeerde ballen. Bracht Westerlo eigenlijk heel snel terug in de match. Mm-hmm. Allee, die kregen toch het gevoel, door de manier van voetballen van Onyedika, dat er wel iets te rapen viel tegen club. Maar het blijft wel een goede speler natuurlijk. Hè. Dus ik zie hem wel liever bij club dan club zonder Onyedika. Ja, zeker. Milan, Michael, die hebben gewonnen van Udine. Ook een rode kaart, redelijk snel in de wedstrijd. Kwamen 1-0 voor. Wedstrijd om niet te veel uit te onthouden, denk ik. Christian Cabasele nog een doelpunt afgekeurd gezien. Ja, bij Udine speelt hij. Wat moeten we denken van Milan? Ze hebben verloren van Liverpool. En dan daarna een wedstrijd tegen Leverkusen was het. Ja, ook verloren, dus 0-6. Maar... heeft Club Brugge een kans tegen Milan? Ondanks de negatieve resultaten hangt er wel een soort positieve flow rond dat team, rond die ploeg. Omdat Pioli weg is, eindelijk, denken de meeste Milan-supporters. En Fonseca is wel een vernieuwer. Iemand waar ze heel veel vertrouwen in hebben. En ik denk dat het op termijn wel goed gaat komen. Je moet de mensen natuurlijk ook wel wat tijd geven. En dat kan een kans zijn voor Club Brugge, omdat hij nog zijn accenten aan het leggen is. 14-24 hebben ze voorlopig in de Serie A. Ze staan altijd wel op de vierde plaats. Hè. Dus zo erg slecht gaat het er niet, ook al... zijn er wel inderdaad wel wat negatieve klanken. Hè. Een beetje een layout. Ik zag ook weer niet gespeeld, niet begonnen. Dat is een grillig figuur natuurlijk. Maar als die zijn dagje heeft, dan... Maar goed, ik denk de relatie met Fonseca en Leao lijkt niet de beste te zijn. Maar... Ja, hij heeft na de interlandbreak heeft hij gezegd, bij Portugal heeft wel iedereen vertrouwen in mij. Wat een beetje geïnterpreteerd werd als een steekje onder water naar wat er bij Milan gebeurt. Maar goed... Ik denk dan terug aan Conference League van vorig jaar, club halve finale tegen Fiorentina. Dat was een middenmotor. Ja, daar zag je wel het verschil. Het verschil. Ja. Dus, en Milan wordt beter geacht te zijn. Ja. En dan in Milan. Ja, dat is toch weer opnieuw een zeer, zeer moeilijke opdracht voor club. Maar verwachten we dan een defensief Club Brugge? Kan Haaien dat? Die focus daarop houden? Ze gaan niet ineens met drie centrale verdedigers spelen. Dat zou ook helemaal verkeerd zijn. Dus wat dat betreft zal hij wel bij het voetbal van club blijven. Maar om nu onmiddellijk te gaan denken dat club daar gaat winnen. Ja, dat. Pronostiek je dan maar, Frankie? Goh ja. Hij schuift ongemakkelijk op zijn stoel voor de mensen die denken het blijft stil. Maar zo denken van ze gaan verliezen, dat is natuurlijk ook... Dat is het gemakkelijkste antwoord. Maar je moet gewoon denken of zeggen wat je denkt dat het gaat worden. Niet verbloemen of zo. Het zou een verrassing zijn, als een grote verrassing. Een multigrote verrassing. Heb jij een pronostiek gehoord, Michael? Nee. 2-0 voor Milan. Het is niet zo'n verrassing eigenlijk. Maar ik hoop natuurlijk het tegendeel. Maar goed, ja. En Michael, jij? Ik sluit me daarbij aan. 2-0 voor Milan. Kijk, ik ga optimistisch zijn. Ik zeg 1-1. Goed. Dat is dan voor morgen. Ik ga er samen met Gert Verheyen naartoe. Maar we gaan beginnen aan ons Spaanse-Duitse luikje. 2 absolute topmatchen. Real Madrid-Dortmund, herhaling van de Champions League finale van vorig seizoen. En Barcelona tegen Bayern. Michael, kijk ik naar jou als kenner van het Spaanse voetbal. Welke van die twee wedstrijden spreekt het meeste tot jouw verbeelding? Oh, toch Barça tegen Bayern. Ook al is het een uitgave van de Champions League finale, Real Dortmund. Maar Barça-Bayern is toch...
Ook omdat er speelt. Je hebt Flick, je hebt Lewandowski, je hebt Kompany, Harry Kane. Ja, dat spreekt net iets meer aan. Dat zijn ook twee absolute Europese topploegen. Hè. Dortmund is dat toch, ondanks het feit dat ze vorig jaar de finale hebben gespeeld, toch een klein beetje toch minder. Dus dat is... Ja, dus, en inderdaad, wat Michael allemaal al gezegd heeft, dat klopt helemaal. Ook gelijkaardige speelstijlen, vind ik. Ik heb gisteren Barcelona ook gezien. Ja, tegen Sevilla, 5-1. Ja. Dus als je daar zit naar te kijken en je ziet dan hoe dat compagnie bij Bayern voetbalt, zijn ploeg laat voetbal, dan is dat zeer gelijkaardig. Ja, en het contrasteert ook met de vorige trainers bij beide ploegen. Hè? Ja. Xavi, ja, die zal zich wel slecht voelen, denk ik, als hij nu Flick met bijna hetzelfde spelersmateriaal dit ziet verwezenlijken. En ja, Tuchel is ook een andere stijl als trainer dan ja, en ook een andere persoonlijkheid. Ja. Dus dat, dat is waar. Positiever. Hè. Er staat iemand die positiever coacht dan Tuchel. Hij mag nu zijn ding gaan doen bij Engeland, ja. Tuchel. Er is natuurlijk ook weer zoiets als de vraag van de week. Deze week is die gericht aan Frankie van der Elst. Het is een redelijk algemene vraag. Ik verwacht natuurlijk een specifiek antwoord. De vraag van Tom is: hoe komt het dat Barcelona dit seizoen zo goed is? Simpel als vraag, maar wat is het antwoord? Goh, ja, ik denk toch wel de insteek van Flick. Toch wel een zeer aanvallend. Aanvallender heb ik nog het gevoel dan de vorige jaren. Rafinha. Ja, dat is een gouden zet. Rafinha, dat is toch wel centraal achter Lewandowski. Ik zag dat gisteren nog eens. Ja, ik heb het nooit echt gehad voor Rafinha. Ik vond dat... toch niet de aller... Op de flank is hij ook zo de echte man uitschakelen. Maar daar ontbreekt hij wat de snelheid voor, vind ik. Ja, maar zo nu daar in de rug van Lewandowski vind ik dat echt wel een goede... Uh-huh. Vind ik dat echt wel goed gezien van Flick. En dan natuurlijk ook Lamine Yamal. Oké, toch weer al een aantal maanden meer op de teller. Geweldig EK gespeeld. Dan neemt hij gasten ook wel mee. Hij heeft wel twee heel slechte wedstrijden achter de rug voor de wedstrijd tegen Sevilla, Tegen Sevilla was hij terug op zijn niveau. Maar ik heb hem zien spelen tegen Denemarken. Was niet goed. Was echt niet goed. Ja, maar dat is dan bij Spanje. Ja, maar dan de week ervoor tegen Alaves. Ook pist dat hij naar de kant gehaald werd. En dan dacht ik van, oh nee. Hij gaat even een dipje hebben van enkele maanden of zo. Wat logisch zou zijn. Maar twee wedstrijden daarna, ja. Daarvoor heeft hij te veel kwaliteit, denk ik. Om meteen in een langere dip te belanden. Maar... Ja. Maar ook, Lewandowski moet die ook genoemd worden? Ja, zeker. Zeker. Die moet zeker genoemd worden. Ik vond ook gisteren... 36, niet te vergeten. Hè. Als je hem gisteren bezig zag... Ook, is wel een scorende spits, hè? Ja, 12 heeft er 12 in de competitie. Ja, 14 nog overal competities. Dus, geweldig. Allee, dat om de 69 minuten scoort hij nu een doelpunt. Lewandowski, Kane, dat is ook wel een mooi duel in het duel. Maar Lewandowski, ook als een jong veulen. Gerrit zei, gebruikte dat wel vroeger is van je loopt als een jong veulen. Maar Lewandowski heeft het frisse. Ja, ik denk dat hij nog helemaal die zorgt nog beter voor zijn lichaam dan Cristiano Ronaldo, als dat al kan. Nog beter? Ja, dat is... Hoezo? Zijn vrouw is zo... Maar yoga en gezondheid. Die neemt 34 ijsbaden per dag. Hè? Ja, maar doet hij dat ook allemaal, Lewandowski? Lewandowski is echt constant bezig met de kleinste details. Alright, dat is dus de boodschap, Michael, voor de komende wedstrijden zaterdag. Tegen wie speel je? Het speelde tegen... Oh, voor mij. Voor jou. Ja. Ik dacht dat je over de Klassico wou beginnen. De echte Klassico wordt in Antwerpen gespeeld. Ja, ik weet de tegenstrever nog niet. Hij is er niet mee bezig met al die details. Barcelona, oké, 3-6. De volgende match is... Verloren bij Monaco en Bayern heeft ook 3-6. Verloren bij Aston Villa. Dus, ja, die moeten nu de volgende wedstrijd dan tegen Rode Ster. In de Champions League, maar later nog tegen Dortmund, Benfica en Atalanta. Hè. Dus, ik wou zeggen... Bayern heeft ook nog een redelijk pittig programma. Ja. Maar hoe stappen die wedstrijd in, beide ploegen? Hè? Wetende inderdaad dat Barcelona zaterdag al tegen Real speelt. Dat vind ik ook wel interessant. We mogen er toch van uitgaan dat er iets staat te gebeuren. Dat gaat geen droge 0-0 zijn. Nee, dat hoop ik niet. Maar het is toch wel... Het is niet heen en terug. Weet je, dat is... Ik vind dat toch nog... Ja.
anders. Maar het zijn wel twee coaches, inderdaad, we hebben het al gezegd, die heel offensief denken. Qua goals bijvoorbeeld, Barça heeft na 10 matchen in de competitie al 33 keer gescoord. En Bayern na 7 matchen al 24 keer. Dus ja, het wordt 4-4. Hè. Hopelijk wel. Of 2-8. Hè. 2-8. Ja, dat moeten we toch even aanraken. De laatste 6 matchen van Barcelona tegen Bayern hebben ze alle 6 verloren. En die ene natuurlijk, dan hebben we het over 2020, corona-editie. Dat was 2-8. Ook een wedstrijd die maar over... Ja, 1 match gespeeld werd. Dus, en wie was toen de trainer? Hansi Flick. Ja. En Lewandowski scoorde voor Bayern in die match. Mm-hmm. Dus Barça heeft toch wel ergens een incentive om... En nu met Hansi Flick aan boord, om revanche te nemen. 6 keer na elkaar verliezen? Goed, sowieso 5 is al onwaarschijnlijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat uitdraaien. En ik hoop dat beide trainers hun spelsysteem, de manier van spelen, wel behouden. Maar het is voor beide echt alle twee wel een referentie. Heel veel balbezit willen hebben. Bayern, die hadden nu weer 67, die zitten aan 70. Bayern 4-0 gewonnen tegen Stuttgart. Ja, die zitten aan net geen 70% balbezit. Ik zag dat Barcelona gisteren ook 63 of 67 procent balbezit had. Vond Sevilla nu wel zwak. Tuurlijk waren die zwak. Moeten we toch even meenemen in de beoordeling misschien? Maar wie gaat dan de bal hebben, hè? Is de vraag. Hè? Wie slaagt het erin? Of gaat dat evenwichtig zijn? Of gaat Barcelona toch zo sterk zijn dat ze Bayern kunnen terugdringen? Dat gaat wel het leukste spelletje aan Antoinette, wie heeft de bal zijn ooit, denk ik eigenlijk. Ik kijk er echt naar uit. Ik vind het jammer dat ik tegelijkertijd een andere wedstrijd heb. Welke wedstrijd heb je woensdag? Atletico tegen Lille. Okay. Gaan we misschien straks nog heel even. Team Atletico. Dus kijk eens aan, dat zijn de shirtjes. Maar ik ga heel neutraal en... Leg eens uit wat je aan hebt voor de mensen die alleen luisteren, Michael. Gewoon een t-shirtje met de mooiste shirts van Atletico doorheen de jaren. Ja, die van Spider-Man is wel legendarisch. Die met Marbella die op. Die van Azerbeidzjan, dat is toch gedragen door Toby Alderweireld. Waarom staat die erbij, die gele blauwe? Ik heb de Classic Football Store, u wel bekend, heeft daar die keuze gemaakt. Dus, heeft die keuze gemaakt. Ja. Oké, okay. Goed, tof, leuk shirt. Maar blessureleed Barcelona nog even op terugkomen misschien. Wie is er nog oud? Wie is er fit? Dani Olmo zat op de bank, zag ik. Op de bank. Gavi is teruggekeerd. Ja. Heel mooi moment. Aanvoerdersband gekregen van Pedri. Zijn eerste actie was een tackle. Allee, dus dat is op zich wel... Hij is klaar. Ja. Ja. Erik Garcia viel nog uit. Die staat nu normaal voor de verdediging. Mm-hmm. Maar gisteren, bij de opwarming of zo, nog uit. Ja, maar die gaan ze nu niet enorm hard missen, denk ik. De jonge Bernal is nog maanden oud. En dat leek een heel goeie te kunnen worden. Maar Frenkie de Jong is wel terug. Ja, die zat ook op de bank. Maar Casado, Pedri waren de mannen voor de verdediging. Merafinha, die liep heel erg goed. Wie staat er in de goal woensdag? Is dat Peña nog steeds? Ja. Ik zou toch Chesney zetten, eerlijk gezegd. Nu al? Ja, ik vind Peña is paniek. Ja, deed een paar rare dingen ook gisteren in een wedstrijd. Ja. En vond je Chesney nog nooit teleurgesteld? Wat is er over gecommuniceerd door Flick? Want bijvoorbeeld, hij had even goed dit weekend al kunnen spelen, of niet? Ja, maar hij zegt dan dikwijls, hij zit nog maar een tijdje bij de groep. Dan denk ik, voor een keeper maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Hij heeft een paar maanden helemaal niks gedaan, natuurlijk. Nee, maar hij lijkt wel, ondanks de sigaret in zijn handen, scherp te staan. Ja. Dus ik denk niet dat er een fitheidsprobleem is. Hij traint ook al wel 2 weken mee. Het zou wel vreemd zijn, Michael. Allee, vind ik dan dat je hem, als je kan hem brengen thuis tegen Sevilla. Ja. Makkelijke match, een beetje de laten inkomen. Nu zetten of zaterdag zetten. Tegen Bayern is toch ook... Dat is toch, in de Klassico is ook geen cadeau dan. We gaan het zien, maar oké, dat is wel iets om in de gaten te houden. Bij Bayern is Pavlovic uitgevallen. Ja, en dat is volgens Company was dat de beste speler tot dusver dit seizoen. Deed het heel erg goed, hè, maar werd vervangen door Palinha. Ja. Die moeite heeft om Company's vertrouwen te krijgen eigenlijk. Ja, ik vond dat ook wat tijd nodig om in de wedstrijd te komen. Maakte het zichzelf heel erg makkelijk. Balletje krijgen, balletje heel vaak terug. Dus ik dacht, het mag ook wel eens doordraaien en een voorspeler zijn. Maar na 20 minuten werd hij zijn eigen zelf met een aantal stevige tussenkomsten. De recuperatie was hij... Maar dat kan wel het verschil maken in dat middenveld, in de strijd tegen Barcelona. Ja. Als je daar echt een pitbull hebt, een mannetjesputter, zou eigenlijk wel in het voordeel van Bayern kunnen uitdragen. Want ik las dan de commentaren, met mijn beste Duits zo een beetje kikker gelezen. Spreek maar uit. Wat was het? Wat stond er? Ja, positieve commentaren over Palinha, zowel van Company en ook van Kimmich. Okay. Die het zei die het ook had over die recuperatie. Dat is toch wel een kwaliteit van hem. En
En dat heb je, ja, kun je wel gebruiken in dat soort wedstrijden, mm-hmm, natuurlijk. Oké, heel erg leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Dan de andere Spaans-Duitse confrontatie. Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Tweede Duitse tegenstander is dat voor Real in Bernabeu. Tegen de eerste hadden ze het al flink moeilijk, mm-hmm, op de openingsspeeldag. Ze wonnen wel tegen Stuttgart. Maar daarna dus verloren van Lille. Op bezoek in Frankrijk. Afgelopen weekend, Michael, wel weer gewonnen. Celta, maar de prestaties blijven vond ze grijs. Heel, zoals de shirts afgelopen weekend grijs. Prachtige shirts wel, maar ja. Nee, inderdaad. Celta had dan ook nog eens een paar belangrijke pionnen niet. Dus dan waren ze nog zwakker op papier. En toch hebben ze moeite gehad om Celta te kloppen. Er was ook een of ander tactisch experiment van Ancelotti, heb ik begrepen, met de verdedigers. Ik heb die match gedaan. Het was Tchouaméni die blijkbaar in balverlies... Die kwam heel vaak tussen die verdedigers. Ja. Op papier stond hij wel met Camavinga in het middenveld. Okay, eigenlijk. Het was geen balbezit. Ja, het was eigenlijk een 4-4-2. Als ze niet aan de bal zijn. En dan met drie spitsen. Met Valverde eigenlijk. Die dan rechts vooraan stond. Omdat Rodrigo ook op de bank begon. En Bellingham, die viel me eigenlijk wel ook in positief opzicht op en was op een gegeven moment heel erg boos. Was dat terecht? Want op Vinicius, omdat hij de bal niet breed legde. Ja, ik denk, als je in die positie komt aan de bal en je bent Vinicius Junior, dan snap ik nog wel dat je eventjes aan jezelf denkt. Maar Bellingham was daar wel en hij oogt fris opnieuw. Want hij heeft nog altijd niet gescoord dit seizoen, hè? Nee, maar hij staat natuurlijk niet meer in de spits zoals vorig seizoen. Dus het is logisch dat het iets moeilijker qua productie loopt. Maar ik zag vanaf januari eigenlijk al steeds vermoeiender ogende Bellingham. Het EK hebben we ook gezien. Hij had dan wel zijn momentjes, maar heel veel impact had hij eigenlijk niet. En dat is blijkbaar nu wel achter. Veel gegeven vorig seizoen, die eerste maanden. Nu zat hij al aan 10 doelpunten op dit moment van het seizoen. Er is wat kritiek omdat hij nu met zijn kraag omhoog speelt. Was dat ook weer zo? Dat was zo, ja. Wat is daar de bedoeling kritiek, van? Kritiek, een beetje arrogantie. En er wordt altijd gezegd, Vinicius Junior is de provocateur. En de rest valt allemaal wel goed mee. En ze hebben dan Mbappé, nog een ego. Maar volgens mij is het grootste ego toch Jude Bellingham. Ja. Bij jou kan dat ook, hè, Michael. Als je ja, maar ik ben daar niet zo'n fan van. Dat was al bij Dortmund. Hè. Wel niet het grootste ego, maar dat hij zich gelde. Zich liet gelden. Ook al en openlijk ergeren aan zijn ploegmaat. Maar ik heb niet de volledige wedstrijd gezien in alle transparantie, maar blijkbaar was Courtois ook weer zeer nodig. Outstanding, ongelooflijk. 2-2, 1-1, waar hij ze recht houdt. Hè. Vooral die eerste. Oké, hij heeft een grote schoenmaat. Met de voet. Maar dat is wel... Je moet het maar doen, hè. Ja. Die bal nog gewoon kunnen keren met de stuts. Dus wat is de conclusie voor Real Madrid? Ze staan voorlopig tweede. Ze hebben nog niet verloren in de competitie. 24-30. Maar in de Champions League dus wel die nederlaag. En het spel, ook toen, die avond... Ik zag daar geen lijn in, ik zag daar geen structuur in. Dat is vaak. Maar goed, op die manier winnen ze. Op die manier winnen ze de Champions League. Is dat een probleem? Nee, de voorbije jaren hebben ze zo heel het kampioenenbal opgerold. Ja, nu verloren ze wel. Ja, dat is waar, maar het is nog maar de league phase. Dus ze kunnen zich dat eigenlijk wel permitteren. Ik was echt wel teleurgesteld in de prestatie van... Ja, maar ik denk dat er zo heel veel gaat aan veranderen. Dat zal ook een beetje met ups en downs zijn. Als ik verder kijk dan Dortmund, denk ik wel... Het is wel de eerste keer in lange tijd... dat Barcelona voor mij topfavoriet is in de Clásico. Dus dat is ook wel een verschil, denk ik. In de Real? Ja, gewoon puur voetballend. Ja. Het feit dat Ancelotti wat zoekende lijkt. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook voor extra druk zorgt. Want nu is er effectief een echte uitdager in eigen land. Al denk je dat Dortmund... Het feit dat Dortmund echt kan zwalpen. Dat is wel jammer. Hè, die hebben toch echt complete off-days onder Nouri Sahin. Ze hebben onder andere, wat was het, 5-1 verloren zeker bij Stuttgart onlangs. Afgelopen weekend wel gewonnen. Ja, maar ook moeizaam. Hè. Ja. Tegen St. Pauli, 2-1. Dus ik zie Real met de hakken over de sloot weliswaar wel winnen van Dortmund, maar dan in het weekend tegen Barcelona eventueel wel verliezen. Ja. Dus, Dortmund had 7-1 gewonnen van Celtic op de vorige speeldag, maar ook daar... Ja, Ook constant in de prestaties. Nee. Dus oké. Sahin is ook natuurlijk een jonge coach. Beginnende coach, trouwens nog bij Real gespeeld. Eén seizoen. Dus ik vind het wel jammer van Adeyemi. Altijd wel een aantrekkelijke speler. Zeker op de counter en met zijn snelheid. Ja.
Had die... Ook geen Duranville, die is ook weer geblesseerd geraakt. Nee, maar goed, dat is... Allee, dat is een terugkerend verhaal, niet, ja. Het niveau van Adeyemi. Met alle respect voor het Maar dus de 6-6 van Dortmund, als ik het goed begrijp, daar moeten we niet te veel conclusies aan verbinden. Ze wonnen natuurlijk ook tegen Brugge. Ze staan op kop, want ze hebben 10 goals gemaakt en maar 1 tegen. En hun volgende match is tegen Sturm Graz. Dus ik denk niet dat ze zich, stel dat ze verliezen, een grote zorgen moeten gaan maken. Het kan een voordeel zijn voor de match dat ze niks te verliezen hebben daar in Madrid. Inderdaad. Ze kunnen voluit voor hun kansen gaan en... Sahin, voor zover ik Dortmund al heb als die spelen, probeer altijd wel ook zo van hoge backs, twee mensen alleen nog achterin, eentje ervoor. Dus dat zie je toch steeds meer en meer, hè, dat die manier van spelen. Dat en is zo een beetje, Guirassy is fit, hè, denk ik. Ja, Guirassy. Ja, die kan het Rüdiger en Militao wel moeilijk maken. Hè. Mm-hmm. Ik vond dat Rüdiger... En Wesley was mijn co-commentator en die merkte dat heel goed op, dat hij heel veel problemen had met slechts Borja Iglesias. Mm-hmm. Wat zeker geen onaardige spits is, maar Guirassy is wendbaarder, dynamischer, doeltreffender ook, denk ik. Dus, heeft er al 4 gemaakt in de competitie, vorig jaar. Als hij niet geblesseerd was geweest, ging hij misschien wel topschutter worden van de Bundesliga. Waarschijnlijk veel of meer dan Kane. Hè. We gaan het zien, hè. Dat is voor dinsdagavond om 9:00, dus na de match van Club Brugge Real Madrid tegen Dortmund. Leuke wedstrijd. Dan moeten we er misschien nog snel wat matchen uitpikken waar Belgen in actie kunnen komen. Ik stel voor dat we Leipzig-Liverpool even overslaan, maar dat we gaan naar Juve Stuttgart. Daar hebben we Michael Mbangula natuurlijk, die daar speelt. Je hebt ook de belofte gevolgd voor Pics tijdens de Interlandbreak. Ja, klopt. Was het de eerste keer dat je Mbangula live zag spelen? Ja. Ja, jij stond er vrij dichtbij. Ja. Je zat aan de overkant, hij speelde daar links. Hij imponeerde wel. Ik heeft me zeker gecharmeerd. Ik vond het wel heel straf dat hij bij die top 25 van de Golden Boy bij zat. Klopt, dat heb ik ook zien passeren, ja. Maar dat was een wildcard. Dus ik denk, dat wordt door een Italiaans krant, Tutto Sport zeker. Ja. Ik denk, er zal een klein beetje chauvinisme bij gezeten hebben. Ja. Hoeveel zitten er nog bij van Juventus? Is dat, hij is de enige, denk ik, van Juventus. Oké, dus misschien daarom inderdaad. Ja. Maar dan nog, het is alle respect voor die jongen. Het is echt een talent, maar hij heeft misschien 5 wedstrijden goed gespeeld op hoog niveau. Dus het is misschien wel snel om hem al in eenzelfde adem... Zit wel weer op de bank, of niet? Ja. Dus ik vind het wat vroeg. Hij stond in de basis vlak voor de Interlandbreak, maar nu tegen Lazio heeft hij niet gespeeld. Speelt, hè? Ja. Maar we moeten wel zeggen, Franky, op jonge leeftijd 1 goal, 3 assists ook al. Dus heeft het feit dat Motta jou het vertrouwen geeft, toch ook een nieuwe coach bij Juve, en dan zo'n jongen durft zetten. Dus dat betekent dat je wel iets kan natuurlijk. Hè. Tijdens de Interlandbreak had collega Egon van Nijverzeel de kans om heel even te praten met Samuel Mbangula. Want bij de belofte natuurlijk hebben we de deal dat we af en toe van die jongens kunnen spreken. En Mbangula kwam terug op zijn debuut. But bij de Bianconeri. Très très bien vécu, ça c'est clair. De pouvoir commencer le premier match de la saison, en plus en pro avec la Juve, ça a été extraordinaire comme sensation. Et maintenant on y est. Et le plus dur c'est d'y rester et de toujours pouvoir performer au maximum. Ja, het is een jongen die wel verstandige praat verkochte, moet ik zeggen, in dat interview. Hij blijft rustig en weet dat hij eigenlijk nog nergens is, dat hij zich nog moet bewijzen. Maar die eerste wedstrijd, dat was eigenlijk wel de verrassing voor iedereen, hè, in België. Want de volgende dagen stonden de kranten vol. Plots een jonge Belg in de basis bij Juventus. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende hem niet. Ja, had al met de belofte gespeeld. Ja. Een keer of twee, denk ik. Dikwijls steek ik dan mijn licht op bij Wesley Sonck. En die was ook verbaasd dat hij daar ineens kansen kreeg. Dus hij kende hem uiteraard wel. Maar, maar ik vond hem nu wel in Leuven tegen Hongarije wel de beste. Hij zorgde er wel voor dat er iets kon gebeuren. Ja. Waar tegen een zeer georganiseerd en stevig blok was dat wel moeilijk om dat te doen. Maar hij probeerde dat wel. En ook in Schotland eigenlijk. Dus heeft 2 goede matchen gespeeld wat mij betreft bij de U21. Maar hij wacht wel nog op zijn eerste minuten op het kampioenenbal. En dat hebben we hem natuurlijk ook gevraagd. Wanneer mogen we die verwachten, zijn debuut in de Champions League? C'est un moment où j'ai appris, que ce soit des adversaires, que ce soit de mes coéquipiers, de l'équipe. Et c'est même, comment dire, une fierté déjà de pouvoir être sur le banc, de pouvoir les regarder, de pouvoir être en fait à disposition à chaque instant, à chaque moment. Et voilà, en vivant les matchs qu'on a vécu, surtout le dernier match, ça donne juste envie de tout donner en fait pour cette équipe parce qu'aujourd'hui on est une famille.
pouvoir te donner pour en plus l'équipe dans laquelle tu joues et dans laquelle, on va dire, tu as rêvé en étant petit, tu peux être que fier. Ja, is al fier, Mbangula, dat hij erbij is in de selectie. Ze hebben 6-6 Juventus gewonnen van PSV en dan tegen Leipzig. Dat was inderdaad wel een straffe match. 2-3 zeker, hè, was het. Ja. Dat is al mooi. Daar kan ik al uit leren, zei Mbangula. We zijn een familie en ik ben blij dat ik erbij ben. Maar we gaan hem toch snel zien, denk ik. Ja, maar wie is zijn concurrent? Yildiz daar dan op? Yildiz, voornamelijk, denk ik. Mm-hmm. Ja. Wel, denk ik dat hij ook wel op de rechterkant. Ja, ik heb nu Stuttgart zien spelen afgelopen weekend tegen Barça. Ik vond dat op de rechterkant wel. Tegen Bayern. Tegen Bayern, zei ik. Juve Stuttgart, hè? Dat is de wedstrijd van morgenavond, dus, daarom zeg je dat. En daarop, ik zat net te denken, wie speelde nu op de rechterkant? Dat was Wagnerman. Ja. Vond ik, die had het moeilijk. En dan een rijtje hoger, hè, want ze speelden met 3 centrale verdedigers. De Leveling, of Leveling, de man die gescoord had bij zijn debuut voor Duitsland tegen Nederland. Dus als hij daar zou kunnen de minuten krijgen, dan kan hij wel iets doen, denk ik. Moet wel kunnen. Ja, zou tof zijn, hè, zijn debuut in de Champions League. Dan nog 2 wedstrijden, heel snel misschien. Michael en Frankie, we hebben Leipzig tegen Liverpool. Dat is een interessante ook, omdat Leipzig dus 0 punten heeft. Liverpool heeft 6-6. En het gegeven Jurgen Klopp. Ja, ook nog. En dan hebben we PSG tegen PSV. Dat is een wedstrijd die jij van commentaar voorziet. Ja. Wat verwachten we van de Belgen in die wedstrijden? PSV, Dams, ja, misschien ook in de basis, want wat blessures bij PSV. Ja, Bakayoko mocht nu starten in het weekend tegen AZ. Maar hij trekt eigenlijk een beetje de slechte lijn door van in zijn wedstrijd tegen Sporting. Herinner u daar, mist hij de winning goal in een leeg doel eigenlijk. En hij heeft nu ook heel veel kansen de nek omgevrongen. En als je dan zo een beetje taxeert, het gevoel rond Johan Bakayoko begint toch wat negatiever te worden. Ik heb zo het idee van, is het seizoen te veel? Had hij niet andere oorden moeten opzoeken? Hij lijkt ook wel wat twijfel. Is ook nog jong natuurlijk. Ja, is het seizoen te veel, ja, dat is misschien. Ik zeg niet dat hij nu naar Bayern moest of zo, maar als hij naar een andere competitie wilde, een semi-topper of zo. Het is ook niet dat hij daar al 3 jaar. Vorig seizoen was hij wel. En hij is verkozen tot jong talent van de Eredivisie. Maar je zou kunnen denken, misschien. Goede keuze, dat hij denkt van ja, bevestigen. Maar inderdaad, kan de twee kanten zijn. Hè? Hebben ze wel gelijk. PSV zonder Veerman en Schouten, dus dat wordt toch lastig, denk ik, in Parijs. Maar Noah Lang is wel terug, heeft gescoord. Ja, heeft ook het publiek uitgedaagd. Dus, altijd leuk. Ja, dan is hij. Dat is wat de Vinicius van de lage landen. Ik kijk er wel naar uit altijd. Ja. Dus, dat is voor woensdag zeker, PSV, of is dat morgen? Dat is dinsdag. Dat is morgen al. Oké, kijk. Te veel matchen. Leipzig-Liverpool nog heel kort. Vermeeren, Openda tegen Liverpool. Ja, mooi dat Vermeeren daar titularis is. Hè. 2 matchen op rij nu in de competitie. Ja, inderdaad. Heel erg goed. En het zou wel eens fijn zijn voor Openda om in zo'n absolute topmatch. Hij heeft dat wel al gedaan tegen Man City, maar dan verloren ze. Ja, ik weet wel, maar zo'n keer resultaat en hij dan zo de winning goal. Hè. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Hè. Nee, Liverpool van Arne Slot, nu net weer Chelsea geklopt. Dat is een absolute titelkandidaat en uitdager van Manchester City in de Premier League. Ja, maar de vraag is wel, Liverpool speelt op Arsenal. Hè. En ze hebben al 6-6. Hoe gefocust zijn zij op die Champions League match nu? Het is een beetje hetzelfde in die andere topper, waar we het net over hadden met Barça Bayern. Mm-hmm. Dus het verschil dat Barça maar 3 punten heeft. Dit systeem vind ik dat moeilijk in te schatten. Ja. En zo, als het heen en toe in een groepsfase, zoals we dat dan gehad dan kun je hebben, zo met B-ploegje. Inderdaad, ze gaan een aantal niet zetten, want ze hebben in het weekend een topper. Maar nu is het misschien toch nog allemaal te vroeg om zo te gaan denken. Te vroeg in die groepsfase. Laat ons hopen dat het volle bak vooruit. Ja, in die league phase klassering, 36 ploegen. Goed, Michael, om de cirkel helemaal rond te maken en om terug te komen op jouw t-shirt en jouw favoriete Spaanse ploeg. Atletico Lille, pronostiek? Atletico speelt thuis, dus ze gaan denk ik wel kunnen winnen, 2-0. Ja, Meunier verwachten we wel in de ploeg. Hij heeft zijn assist gegeven, heb ik gezien. In 2 tijden. Ja. Eerste pas was niet goed voor Sørloth en Sørloth dan wel een goede kapbeweging en dribbel voor de paas. Maar hij profiteert van de blessure, nog altijd hoofdblessure van de Normand. Ik denk als die terugkeert, dat hij dan weer op de bank verdwijnt. Oké, maar dus thuis zeggen voor de Cocholeros. Ja. Alright, goed. Dan ga ik jullie bedanken, Frankie. Dank je wel. Graag gedaan. Voor jullie komst. Het wordt weer een zeer boeiende week. Dat is duidelijk, denk ik. En we hebben, een derde van de wedstrijden aangeraakt. Het is
nu eenmaal zo dat we maar 40 minuten hebben. Maar bedankt ook Michael. En u voor het kijken of het luisteren. Morgen dinsdag beginnen we er al aan onze Multilive-uitzending. Om 6:15. Dus dat wordt een lange, leuke avond. En dan bent u in de goede handen van gastheer Jonas Maas. Tot dan.